Vorig jaar verloor HAC Hardenberg met 0-3 van Capelle. En dus heeft het wat goed te maken. Dit is Gersom Klok met de eerste voorzet in de wedstrijd. En de bal blijft dan hangen. En dan kan Van der Leijden net niet bij. Eerste kans na een kwartier voetbal voor HAC. In een matige eerste helft. De wedstrijd begon om 2:30. Dat had alles te maken met de goede heiligman. Die had een uurtje extra tijd nodig in Hardenberg. En vandaar dat de wedstrijd werd verplaatst. Eerste mogelijkheidje voor Capelle dan. Maar meer dan een mogelijkheid is dit ook niet. Klok. Schiet naast. Capelle dan aan de andere kant. En daar is de overtreding van Veldmaten. En HRC krijgt veel doelpunten tegen in standaard situaties. Dus dit is gevaarlijk. Maar Danus redt dit schot van Roodman goed. En zij deelde wat pepernoten uit in de rust. Pol. En dan is daar de overtreding gemaakt op Philip Ties. En krijgt HAC dus de vrije trap. En die bal wordt van richting veranderd en belandt in het doel. 1-0 voor HAC. De vrije trap van Werkman. In de herhaling zien we dat opnieuw. Een gelukje, een cadeautje moet je eigenlijk in deze tijd natuurlijk zeggen. En de bal belandt in het doel. En de Sint in Hardenberg is enigszins gekleurd. En is blij met dit doelpunt van Werkman. Dat dus ook wel een cadeautje was. En daar moet die man zich dus ook in kunnen verplaatsen. Dit is een grote kans hoor voor Van der Leij. Had hij moeten maken. Van der Leij opnieuw. Speelt dan Ties in. Veldmaten. Via Van der Leij terug naar Veldmaten. En dan moet de voorzetter komen via Philip Ties. En die komt er ook. Maar die belandt niet waar hij moet belanden. En in tweede instantie belandt hij wel waar hij moet belanden. Namelijk in het doel. Via het schot van Glenn Kobussen. Er gebeurt even heel veel. De bal wordt slordig weggewerkt. En Kobussen, ja, dit zijn van die ballen die raak je lekker of je raakt ze helemaal niet goed. En Kobussen raakt hem lekker en laat dus Nick van de Ploeg, de doelman van Capelle, kansloos. 2-0. En dan zou je zeggen, wedstrijd beslist. Maar niets is zeker in het seizoen van HAC Hardenberg. Dat blijkt hier maar als het gewoon 2-1 wordt. Binnen 2 minuten tijd. Kousenmaker let goed op en schiet de bal binnen. Wordt ook nog van richting veranderd trouwens. En Danus is kansloos. Van Hezel komt in de ploeg. Tiemen van Hezel. Aan het begin van het seizoen blesseerde hij zich. Een voetbreuk. Maar nu is hij dus terug in de ploeg van Marcel Groninger. De voorzet van Klok dan. En daar is Van Hezel meteen. Het zou geweldig zijn geweest voor hem natuurlijk. Na zo'n lange blessure. Binnen 5 minuten scoren. Maar het was iets te mooi om waar te zijn voor hem. Veldmaten. Oh, wat een ruimte ineens. Dan moet dit de 3-1 worden. En in tweede instantie moet het de 3-1 worden. En in derde instantie moet het dat eigenlijk ook worden. Maar het wordt het niet. En ik kan me voorstellen dat Marcel Groninger, de trainer van HAC, hier soms wel eens een beetje moedeloos van wordt. Want ondertussen is het nog gewoon 2-1. En kan Capelle dus nog steeds met een resultaat de Boshoek in Hardenberg verlaten. Maar dan moet het wel iets gevaarlijker uit de hoek komen dan dat. Het schot van Jer Balrak. En dan fluit de scheidsrechter. En wat er gebeurt is eigenlijk niet te zien. Maar er wordt wel gelijk de rode kaart getrokken voor Karreman. In de laatste minuut. Het maakt niet meer uit, want HAC wint met 2-1 van Capelle.